Ja, je gaat als een raket. Je denkt dat je heel de wereld aan kan. Je kan je huis van boven naar beneden helemaal schoonmaken en dan van beneden naar boven weer. Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over speed. Nou, ik ben wel eerst begonnen met speed in plaats van coke, omdat speed goedkoper was. Maar ik weet wel nog dat toen ik dat net deed, dat ik echt dacht, holy shit, wat is het voor chemische rotzooi. Want zo smaakt het echt. De eerste keer speed was ook tijdens Drugslab en ik vond dat heel erg lekker. Ja, toen zijn we naar een soort van rave gegaan en het enige wat ik weet was dat iedereen de hele tijd aan me vroeg, gaat het? En ik zat zo, ja hoor. En in mijn hoofd was ik gewoon lekker aan het dansen en ik zat zo, ja tuurlijk, gaat het, hoezo? Maar blijkbaar was ik dus helemaal een soort van apathisch en kon ik niet lachen en zat ik gewoon echt zo te dansen. De effectieve werkingsduur van speed is ongeveer 5 tot 7 uur, dat je daadwerkelijk het effect voelt. De na-effecten kunnen zelfs langer duren. Dat zorgt ervoor dat je langer tijd niet kan slapen. En daarmee bemoeilijk je het herstel van je lichaam. Met name omdat je gewoon wel helemaal erbij bent. Je bent helemaal scherp. Eigenlijk verandert er niet zoveel. Maar je hebt wel even net dat lekkere gevoel dat je lekker in je vel zit. Je hebt voor je gevoel een super goede nachtrust gehad. Je hebt alle energie, je hebt alle kennis paraat. Mijn eerste keer speed was chill, want je kan echt, nou, ja, je gaat als een raket. Je denkt dat je heel de wereld aan kan. Je kan je huis van boven naar beneden helemaal schoonmaken en dan van beneden naar boven weer. Het is gewoon, je gaat echt hard houden op. Alleen het is echt klerenspeel. Het is €10, nou, dat is echt al genoeg natuurlijk. Speed zorgt er eigenlijk voor dat er heel veel noradrenaline vrijkomt en dat je heel veel energie en vertrouwen geeft. Het zorgt ook voor dat je hartslag en je bloeddruk omhoog gaan en de basisspanning van je spieren. En dat is waarom al die mensen zo strak kunnen kijken. Ja, gewoon dit. Gewoon echt, het is gewoon fucking goor. Het is gewoon echt fucking goor en het brandt. Ja, het is niet lekker in je neus. Het is wel echt goor om te snuiven. Ja, gewoon, ik vind het altijd heel ranzig, dus ik denk dat ik gewoon zo doe. Dat. Want je proeft het altijd ook helemaal in je keel. Ik vind het zo vies. Chemische troep eigenlijk, speed. Echt, oh. Ik vind het altijd wel heel chemisch in mijn neus. Doet het pijn? Dus ik ga altijd mijn neus weer samentrekken. Misschien dat als enige. Speed snuiven of slikken is best wel een verschil. Als je iets snuift, dan werkt het al best wel snel. Echt na een paar minuten begin je de eerste effecten te voelen. Terwijl als je iets slikt, dus als je speed bijvoorbeeld in een bommetje slikt. Een bommetje is dat je het in een vloedje doet en dan inslikt. Dan is het nog steeds wel dezelfde stof, maar je moet soms wel een uur wachten voordat het helemaal verwerkt is en de speed bij je hersenen komt en effect heeft. Dus als je speed snuift, dan werkt het sneller, maar werkt het ook korter. Als je het slikt, komt dat wat langzamer op, maar werkt het wel ook langer. Als ik bijvoorbeeld speed heb gebruikt op een feestje, dan ga ik echt een beetje strak staan. Dus dan knijp ik ook heel erg met mijn handen, dat wordt dan een beetje een soort tik. En dan, oh ja, en dan ga ik heel veel praten en heel veel luisteren en dan voel ik me gewoon heel erg lekker. Ik denk wel dat ik gewoon net iets meer energie heb. En dat ik er gewoon, ik ben dan even 150%. Ja, als ik speed heb, dan ben ik gewoon niet te stoppen. Dan kan ik gewoon 2 dagen helemaal doorgaan. Ja, dus ik hoor van mijn vrienden dat ik gewoon, al mijn emoties zijn gewoon weg. En al mijn levensvreugde en warmte is gewoon weg. En ik word gewoon echt een ijskoningin. Wat je bij speedgebruik ziet, is dat mensen te veel gebruiken. Daarmee heb je kans op oververhitting of te hoog hartslag of bloeddruk. Daarnaast zie je ook dat allemaal prikkels verdwijnen. Je voelt pijn niet meer, je voelt kou niet meer. En dat kan ook extra schadelijk zijn voor je lichaam. Als je namelijk doorgaat terwijl je bijvoorbeeld een verwonding hebt of een kneuzing of een breuk. Het gevoel van speed vind ik heel erg lekker, maar die kater is echt voor mij dramatisch. Ik kan niet slapen, ik lig de hele nacht wakker. Ik voel me best wel een beetje ellendig. En dat laat eigenlijk heel mooi zien dat het echt een soort uitbalanceren is, hè, van je lichaam. Dus je voelt je eigenlijk even helemaal te gek. En ja, daar tegenover staat dan wel het dal waar je invalt. En dat is dan de kater. En die is niet mis. Nee, ja, ik vond het altijd leuk met uitgaan en zo. Dat was altijd chill, want dan kon je altijd naar feestjes en dan pakte je daar nog die after om 7 uur 's ochtends. En dat was altijd super leuk. Alleen, ja, daarnaast gewoon 2 dagen niet slapen. En dat heb ik er gewoon niet voor over. En zeker niet nu, ik ben 28 jaar, dat kan ik echt niet meer aan. Lichamelijk en geestelijk ook niet. Ja, speed is gewoon echt het enige
reden dat ik zou kunnen bedenken dat, dat het chill is om te doen, is als je echt een nacht moet doorhalen. Ja, maar voor een feestje vind ik het echt veel te intens. Ook aan een middel zoals speed kun je wel verslaafd raken. En daarbij moet je vooral rekening houden dat het effect dat je zoveel meer energie hebt en niet moe wordt, dat kan ook een functie hebben. Maar het is wel heel riskant als je het om die reden gaat gebruiken. Dus dat kan betekenen dat je het gebruikt om langer door te studeren, langer door te werken. Of als je moe bent en uitgeput, dat je denkt, nou, ik kan wel juist die effecten gebruiken. Maar je komt in een vicieuze cirkel, je raakt alleen nog maar verder vermoeid en uitgeput. En dan krijg je weer zin om het te gebruiken. En als je eenmaal in die cirkel belandt, ja, dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk om die weer te doorbreken en ook weer met speedgebruik te stoppen. Speed is een verboden middel dat op lijst 1 van de opiumwet staat. Dat betekent dat het een harddrug is. Het gebruik van speed is niet strafbaar, maar het bezit van speed wel. Dat betekent dat je dan dus vervolgd kan worden. Maar als je alleen een gebruikershoeveelheid bij je hebt, en dat is bij speed 0,5 gram of minder, dan wordt de speed alleen ingenomen, maar word je niet vervolgd en heeft het geen gevolgen voor je strafblad of je VOG.